avond, maar ook elke laatste donderdag bij ons op de zaak is het training. Er komen klanten en partners naar ons toe. En dan worden ze een dag lang ondergedompeld in liquid. Dat houdt in dat we echt achter de toetsenborden gaan en dingen gaan inrichten. Het zijn hele leuke sessies. Dus dat doen we. En dus die partnerships hebben geleid tot hele mooie klanten. De Efteling, de Gele Karantengroep, Hoogschool Rotterdam, Transavia, het Kadaster, Sligro. We hebben inmiddels meer dan 300 klanten. Mede ook door de overname die we vorig jaar hebben gedaan van Rovabu. De oplossing die ook een Nederlandse partij, best wel bekend in Nederland, dat was al volledig geïntegreerd in onze oplossing. Nou, die combinatie was zo mooi dat we hebben besloten om het bedrijf over te nemen. En daar gaan we vanavond alles over laten zien. Ja. Dus bij deze wil ik jou het woord geven, Nico. Nou, even kijken hoe dit gaat klemmen. Handig dit. Gewoon zo. Dit snoertje moet ik niet in tweeën gaan trekken. Bijvoorbeeld niet, dat zal wat zijn. Ik ga het toch even vastmaken. Ik ga af en toe wat staan en af en toe zit ik. Even kijken of ik het vast krijg. Zonder dat ik het stuk maak. Misschien een beetje staan. Zit het? Nou, zo, dat gaat ook wel in de broekzak. Liquid. Even om nu meteen ook een misverstand uit de weg te gaan. Zijn wij vervanger van RES? Nee, dat is ook niet onze doelstelling. Dat is ook niet ons doel zelf. Wij proberen een beeld te schetsen dat we op een andere manier naar de werkplek gaan kijken. Een werkplek is niet meer een werkplek zoals je vroeger had, dat je een Windows desktop had. Hè, dat 99,8% van de mensen op een Windows desktop zaten. Waarbij ook nog eens alles dichtgetimmerd was. Hè, waar je eigenlijk niks kon. De IT-organisaties waren eigenlijk de grootste dictatoren die er maar konden zijn. Hè, want het was kantoor toch beter. Dichttimmeren was de oplossing. Nou, het resultaat was eigenlijk de afgelopen jaren dat mensen een alternatief gingen verzinnen. Hoe kunnen we dingen wel gaan bereiken? Hoe kunnen we dingen wel doen zoals wij die willen gaan doen? Shadow IT, Dropbox gaan uitrollen. Dus de visie van Liquid is eigenlijk, één plaatje terug. IT moet zijn zoals water uit de kraan. Het moet zo eenvoudig zijn voor je eindgebruiker dat je niet hoeft na te denken hoe kom ik bij mijn spullen. Dus jullie als IT-club moeten zorgen dat die gebruiker dat ook voor elkaar krijgt. Als ik het voorbeeld erbij haal, als ik iemand een iPad geef, die App Store kunnen ze vinden, een applicatie kunnen ze downloaden. En het voordeel van Apple is, die applicatie werkt niet altijd, werkt bijna altijd. En die werkt gewoon volledig. Daar hoef je niks, helemaal geen bijzondere handelingen voor te doen. Als een gebruiker een Windows desktop krijgt, of een werkplek, dan moeten zoveel handmatige handelingen plaats gaan vinden. Daar word je gewoon helemaal simpel van. Als eindgebruiker is dan onze motivatie kwijt om iets te gaan doen. Omdat het is ook nog eens een keer werkgerelateerd. Het is niet een coole nieuwe iPhone die ze krijgen. Dus dat willen we vereenvoudigen. Nou, daaronder staat ook de quote, we leave no app behind. Wat we met Liquid proberen te creëren, is in basis een portal, niet beperkt tot, een portal waarin je alles kan stoppen. Alle applicaties, alle settings, alle dingen moet je daarin kunnen stoppen. Voor de eindgebruiker moet het zo eenvoudig zijn, ik klik op mijn icoon en er gebeurt wat. Er gebeurt iets wat ik verwacht dat er gebeurt. Nou, dat doen we dan eigenlijk op basis van de filosofie en daar komt ons logo ook vandaan. Ik had er ook nog een ander plaatje van, maar omwille van de tijd, hè, beperkt aantal sites gekozen. Liquid staat ook voor vloeibare IT. Het is geen typfout, wat sommige mensen soms nog willen zeggen. Die bollen die passen eigenlijk in ons logo, die drie bollen. Wij geloven in een wereld van drie clouds. In basis hebben we de private cloud. Of dat private is of in een datacenter wat je gekozen hebt, maakt even niets van uit. Maar dat is een omgeving die in de loop der jaren opgebouwd is, die er nog steeds is, die er nog zal blijven de komende jaren en misschien nog wel voor altijd. Daarin zitten allerlei IT-oplossingen. Dat zijn oplossingen die nog waarde vertegenwoordigen. Je hebt een Citrix-omgeving gebouwd, daar ga je echt niet zomaar vanaf. Je hebt een deployment-methodiek al ingericht, daar ga je niet 1, 2, 3 vanaf. Het grootste probleem, hè, als je naar sales kijkt voor IT-bedrijven, is de grote eenmalige investeringskosten die er vooraf zijn om een nieuw product te implementeren en de impact die het heeft op de klantorganisatie. De hele boel staat op zijn kop. Dus met Liquid kunnen we op een hele eenvoudige manier de huidige omgeving gaan ontsluiten, die integreren en eigenlijk naadloos stapje voor stapje overgaan als jullie daar tijd voor hebben, maar voornamelijk als de klant daar klaar voor is. Nou, daarnaast hebben we afgelopen jaren een enorme ontwikkeling gezien in de public cloud. Office 365, dat denk ik in Nederland heel mainstream. Binnen Europa is dat her en der nog wel wat minder. Maar gefocust op Nederland, iedereen doet iets met Office 365. Iedereen heeft die ambitie, we willen alles in de SaaS gaan brengen. Nou, fantastische ambitie. In de praktijk werkt dat nog niet helemaal zo, maar goed, hè, even daar in het midden. Dat neemt wat uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we single sign-on faciliteren? Hoe gaan we zorgen dat we de juiste toegangen kunnen creëren? Hoe komen die gebruikers bij een informatie
En dan ontsluiten we dat allemaal, dat de gebruiker ook begrijpt waar hij zijn spullen moet gaan vinden. Ja, en Liquid heeft daar ook de oplossingen voor verzonnen. Ja, gemaakt, eigenlijk verzonnen niet. En dan de personal cloud. En dat is niet zozeer een cloud. Personal cloud is de persoonlijke manier hoe een gebruiker zijn of haar werk wil inrichten. Het medewerker aan een vaste werkplek willen gebruiken, alles lekker op zijn eigen manier ingericht. Zo stapelt dossiers ernaast. Maar een andere gebruiker, modernere gebruiker misschien wel zo gezegd. Die zit bij de Starbucks te werken, die zit overal te werken. Die heeft allerlei verschillende apparaten. En die wil ook gewoon op die manier zijn werk kunnen inrichten. Je moet dat kunnen en willen faciliteren. Dus je moet een systeem hebben wat erin mee kan bewegen. Wat zichzelf aanpast aan wat een eindgebruiker wil. Nou, dat is eigenlijk de drie clouds waar Liquid in gelooft en waar onze propositie, onze oplossing omheen gebouwd is. En dan ga ik de roadmap slides even openslaan. Dat doen we eigenlijk door wat wij noemen de Liquid Flow. Heel simpel gezegd, we beginnen aan de linkerkant van de slide. We werken met connectors. Dan zien we ook een Liquid connector staan, die zou ik later gaan toelichten. Maar allerlei connectoren naar andere systemen. Naar een RDS-omgeving toe, naar de Liquid Setup Store toe, naar een Citrix-omgeving toe. Naar printeromgevingen toe. Daar kan je de resources uitlezen en eigenlijk met een paar drukken op de knop kan je die allemaal beschikbaar maken in een Liquid portal. Met als resultaat dat je binnen no time een werkende omgeving hebt tegen je bestaande infrastructuur aan. De volgende stap is het uitgeven van het portaal. Je bent eigenlijk klaar om te gaan. Nou, wij automatiseren dat. We noemen dat de Liquid Automation. En daaromheen maken we de boel contextueel. Liquid werkt met attribute-based access control. Dus wij kunnen op basis van attributen. En de mensen die REST kennen, kunnen wij de attributen gaan verzamelen. Wij kunnen daar ook nog veel verder gaan. Om de juiste werkplek aan die eindgebruiker te geven. Wij maken eigenlijk slimme iconen voor die eindgebruiker. En dat is niet zozeer, we zetten daar specifiek een REST key bij. Maar kunnen er nog veel meer dingen mee gaan doen. Nou, wij kunnen de applicaties publiceren in de Digital Workplace. Dat kan die van ons zijn. Dat kan een extern portaal zijn waar je voor kiest. Want Liquid heeft een API ter beschikking waar je ook in kan zetten. Kan ook in het traditionele startmenu zijn. Daar waar je wil, kunnen de applicaties landen. In onze self-service catalogus, dus je kan een catalogus gaan creëren waar de applicaties in staan, waar je printers in staan, alle spullen die je erin wil zetten. We kunnen taken uitvoeren op het device zonder user context. Dus als er nog geen gebruiker ingelogd is, kunnen wij gewoon ook management taken op het systeem uitvoeren. We kunnen van tevoren applicaties deployen, we kunnen settings in gaan richten, we kunnen alle andere zaken daarin gaan doen. En we kunnen het imaging proces afronden. Liquid kan in basis geen bare metal deployment. Dus wij zijn niet in staat om een WDS deployment of een autopilot deployment over te nemen. Maar we kunnen vanaf dat punt ons agent erop loslaten. En dan kan de volledige imaging door Liquid afgehandeld worden. Dus je hebt daarbij geen externe producten meer nodig. Nou, wat is dan het verhaal? De end user, we hebben het steeds over de end user experience. We willen het voor die gebruiker zo makkelijk mogelijk maken. En dat doen we eigenlijk door het topje van je ijsberg aan de gebruiker te laten zien. Als IT-organisatie wil je van alles aan de onderkant gaan configureren. Dat is wat Liquid doet. Dat is waar de kracht van Liquid zit en niet zozeer aan de voorkant. De gebruiker gaat dit, als het goed is, bijna niet zien. Gaat het niet ervaren, want het werkt. En dat is eigenlijk de gedachte. Nou, even wat mooie slides overslaan. Een aantal use cases. Liquid kan je installeren on-premise, uiteraard. Kan je installeren in de cloud, ook uiteraard. Het kan ook een combinatie zijn van beide, dus je hebt vrij om te kiezen waar het staat. En het kan ook zijn dat je per vestiging op een Liquid server hebt. Een Liquid server, de serverinstallatie is 6 megabyte. En dat is het ook eigenlijk, 6 megabyte. De agent is 1 megabyte. Dus ook in thuiswerksituaties is het heel eenvoudig om dingen te gaan doen. Maar Liquid kan ook in joint venture situaties zitten. Een shared service center die applicaties aanbiedt. Ik heb bijvoorbeeld een zorginstelling, die hebben een shared service center ingericht en die hebben daaronder 5, 6, 7 verschillende werkmaatschappijen zitten. Daar is de Liquid Connector voor. We kunnen dus die Liquid omgevingen met elkaar verbinden. En dan kunnen we dus applicaties met alle settings die erbij zitten in één keer downloaden. En vanaf dat punt zijn we ook in staat om voor die specifieke entiteit nog losse customisaties te doen op die applicatie. Het voordeel is dat iedere keer als hier een update plaatsvindt, dat die automatisch hier terecht komt en de specifieke aanpassingen voor die organisatie raak je dan niet kwijt. We hebben ook een use case scenario dat we kunnen werken als managed service provider. Dus jullie kunnen daar ook een cloud propositie op gaan opbouwen. Dus een grote server, waar je dat ook neerzetten, kan je aanbieden. Daaronder kan je zones van Liquid aan gaan maken. Een zone is gewoon een eigen Liquid zone bij jullie gehost of bij iemand gehost in het datacenter. Is net iets anders dan de connector, want dat zijn losse Liquid installaties die met elkaar praten. Dit is eigenlijk een subsite van een Liquid omgeving, waarbij de applicaties
en alle settings in een geëncrypte eigen container op één centrale plek komen te staan. En als laatste kunnen we dit ook gewoon aanbieden als software as a service vanuit onze Liquid Cloud. Dus die mogelijkheid is er ook. Je ziet vaak klanten die iets kleiner zijn van omvang, dat die kiezen voor de Liquid Software as a Service oplossing. Prijsstelling daarvan, en daar kunnen we het later ook over hebben, moeten we iedere keer op maat naar kijken wat zijn de specifieke behoeftes. Hè? Grote applicaties vereisen meer bandbreedte doorvoer, et cetera. Dus is het een lastig scenario. Even kijken, ik zoek deze plaat. Ja, daar zijn ze. Ik heb nog een paar slides, ik ga ze niet alle 63 doen. En ben je blij, want we hebben ook slide even 150 slides normaal gesproken. Ik heb er nog niet gesnoeid. Lean and Mean, Build for the Future. Een hele mooie marketingterm, dat is heel fantastisch. Dat is eigenlijk wel wat het is. Liquid werkt met HTML5. En de agent, die niet altijd noodzakelijk is, hè, het is een keuze of je die installeert, is onder de ene week. Dat is inclusief de wrapper van de MVC zelf. De serverinstallatie, die staat nog onder de 5 MB. Helaas met de nieuwe release van Liquid 3.0, die is in december vorig jaar gekomen, is de serverinstallatie 6 MB geworden. Spijt ons, het is iets gegroeid, maar het is nog steeds vrij klein. Zoals gezegd, Liquid Servers kan je dus in iedere cloud plaatsen. Iedere locatie plaatsen, want de Liquid Servers praten onderling HTTP of HTTPS. Om te synchroniseren, om data uit te wisselen, om te communiceren. HTTP kan, zullen we niet aanraden, HTTPS lijkt me veiliger. Het voordeel daarvan is, je hoeft eigenlijk maar één poort open te zetten om te kunnen communiceren. Dus je hebt geen hele moeilijke netwerkconfiguraties, je kan het overal laten landen waar je het maar wil. Hetzelfde geldt voor de endpoints. Dus al die Liquid endpoints die communiceren ook met HTTPS. Ga je dan een applicatie opstarten, dan moet je wel de specifieke poorten van die applicatie openzetten. Wij doen daar verder wat verkeer. We gaan niet in een apart poortje of een apart protocol proberen te gieten. Dat is gewoon de keuze hoe je dat wil gaan ontsluiten. Dan de architectuur slide. En dat is een vrij drukke slide, maar hij is eigenlijk heel simpel. Wat heb je nodig om Liquid op te bouwen? Even vanuitgaan dat je een on-premise of ergens gaat installeren. En dit verhaal is hetzelfde als je de cloud variant gaat installeren. Je hebt endpoint devices nodig. Android, Mac, Windows, Linux. Ik hoor dat iemand van open source is iets minder ons favoriet. Je hebt een launch sessie nodig. Of dat nou een browser is of een agent. Daar hebben we iets van nodig. Afhankelijk van het aantal gebruikers dat je hebt, adviseren van load balancer. Dat is een keuze, het kan een Microsoft load balancer zijn. Maar je ziet dat veel van onze klanten uit de cloud de basic load balancer van Microsoft afnemen. Op Azure is die kosteloos, die kan je daarvan gebruiken, kan je mooi mee load balancen. En dan zet je een Liquid Content Server neer. Dat is die installatie van 6 MB. Daar kan je er 1 van neerzetten, daar kan je er 2 van neerzetten, daar kun je 10 van neerzetten, naar gelang je daar behoefte aan hebt. Hoeveel gebruikers kan je op een Liquid omgeving kwijt? Ja, er valt niks in over te zeggen, dan hangt heel veel van de load af. Maar we gaan ervan uit als je een D2-D3 machine neerzet in de cloud, plus minus 2000 gebruikers. Give or take. Heb je een beetje een gevoel erbij. Aan de achterkant hebben we een database nodig. Maar we gaan slaan niks op in die database. Het is alleen maar voor logging, voor onze operationele gegevens. Applicaties staan daar verder niet op. Je zit ook niet in die database, want applicaties ongestructureerde data in een database stoppen is vaak geen succes. Dat doen we eigenlijk niet. Vandaar ook staat optioneel shared storage. Daar landen daadwerkelijk je applicaties, de dingen die je inzet. Kunnen ze ook lokaal staan, kan je zinken, kan je wat mee doen, kan Liquid ook voor je afvangen. Aan de zijkant hebben we dan identity sources. We zien er een aantal staan, er zijn er eigenlijk nog meer, maar Azure Active Directory, we supporten native de Azure Active Directory. ADFS uiteraard ook, de klassieke Active Directory supporten we. LDAP, en LDAP in de breedste zin van het woord, heb jij een omgeving, we hebben nu net een nieuwe Jump Cloud integratie gebouwd, een klant die geen Active Directory heeft, als er gewoon normale LDAP in zit, kan dat ook, werkt ook. Dat gaat nog wel ieder directory, ik hoorde net iemand die uit de Novell-wereld gedaan kwam. Die klanten komen ook nog steeds tegen, supporten we ook, want in feite is dat LDAP. Als het nou zo zijn dat je een keer een klant tegenkomt en denkt van ja, verrek, ze hebben toch een apart LDAP systeem. Wij werken met een soort translatiebestanden, dus wij kunnen die velden aanpassen, daar kunnen we zo'n integratie voor bouwen. Het is allemaal modulair gebouwd, het hele Liquid idee. Je kan in één portaal meerdere authenticatiebronnen tegelijk stoppen. Dus je hoeft niet met één Active Directory te werken. Je kan met 4, 5, 6, 7 Active Directories rustig in één portaal werken, of in één Liquid omgeving werken. Voor wie is dat nuttig? Zorginstellingen, scholen, bedrijven, overnames zijn geweest. Je hebt vaak nog allerlei legacy netwerken, domeins hangen die allemaal aan elkaar geknoopt zijn.
Je kan binnen Liquid de applicatie Excel aanbieden aan domein A en domein B. En als die gebruiker op de applicatie klikt, zal je hetzelfde icoon twee verschillende resultaten gaan geven als je dat configureert. Aan de andere kant ben je vrij om ook een aantal componenten eraan te kiezen. Dus je niet via mijn app voor je staan, maar ook Fabu, nu overgenomen door ons. RDS services. Nieuw is, komt volgende week of in de volgende release, is mij nog niet helemaal duidelijk. Komt ook Windows Virtual Desktop Connector uit. Die hebben we al gebouwd, die is al getest. Het is alleen wachten tot Microsoft het vrijgeeft. Ook die supporten we vanaf dag 1 volledig. De nieuwe Citrix versie Storefront is ook gesupport en ook al getest. Dus het, dat was de nieuwe release 7.23. Ik weet niet precies meer. Kan je mee connecten. Dit is de complete Liquid infrastructuur. Meer is er ook gewoon niet. Als ik dit moet inrichten bij, bij klanten van Proof of Concept, is de basisconfiguratie van Liquid inclusief Active Directory koppelen en inclusief Citrix integratie ongeveer 3 tot 4 uurtjes werk. En dan heb je van scratch af aan helemaal opgebouwd. En dan kan je al gaan, dan kan je al met Liquid aan de slag gaan. Nou, dan hebben we nog de Rovabu software. We gaan er straks wat dieper in, maar ook wat mij betreft nu even de laatste slide. We hebben Rovabu opgenomen, wij hebben onze setup store. En daarin zitten ongeveer 3000 applicaties, het wisselt een beetje, soms wat meer, soms wat minder als er oude software in zit. Per definitie gaan we het laten groeien. Waar je applicaties kan selecteren. In die store zitten de middleware applicaties, de Citrix receivers, Adobe, iTunes, .NET, Java's. Applicaties die je vaak update, waar je vaak last van hebt in je update systemen. Nou, wat je daarmee kan doen, je kan een applicatie selecteren uit de Liquid Store. Die klik je aan. En daarmee in de applicatie vaak intelligentie. Je wil het opnieuw gaan packagen. Dan gaat een packager heel veel tijd mee kwijt. Ik ga straks ook intunen even packagen. Want een goede packager is dan minimaal 4 tot 6 uur mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Want die weet wat hij aan het doen is. Nou, wat we doen, we selecteren de applicatie. En dan gaat bij de Liquid op server wordt gecontroleerd. Is daar een template van beschikbaar? Hebben wij er wat mee gedaan? Wij vanuit Liquid houden 24 per dag, 7 dagen per week, houden we de applicatie in de gaten. We zorgen ervoor dat al die applicaties gemonitord worden en is er een nieuwe versie. Downloaden we hem, testen we onze templates er tegen en zetten we hem in onze setup store. Dan mag je ervan uitgaan dat hij gecheckt is op vulnerabilities, dus virussen, data leakjes en dat soort dingen. Dan geven we ook een score aan mee, zodat je zeker weet dat die applicatie, relatief zeker weet dat de applicatie oké werkt. Nou, die configuratiewizard, er wordt er eentje gevonden. Die wordt naar je teruggestuurd en die moet je gaan invullen. Nou, dat is een simpel invulveld, invuloefeningetje. Welke functionaliteit binnen een applicatie wil je aan en welke wil je uitzetten? Waar moet die geïnstalleerd worden? Welke serverconnecties moeten er eventueel gemaakt worden? Nou, die sla je op in je eigen Liquid-omgeving. Die gaat dus niet bij Liquid op de server staan. En die wordt ook eigenlijk gecached voor latere updates. Ansible komt eraan. Op basis van die Ansible creëren wij een MSI voor je. Geautomatiseerd creëren wij een MST voor je, volledig geautomatiseerd. En binnen een paar seconden is die klaar en wordt die teruggehaald en wordt die in jullie eigen Liquid-omgeving aangeboden. Vanaf dat punt is die ook volledig meteen klaar voor gebruik en klaar om te deployen. Druk je op save, is die in principe ook meteen beschikbaar. Iedere keer als er een applicatie-update komt, automatically download package staat hier, kan je ervoor kiezen, willen we dit automatiseren, deze updates, of willen we hier toch nog een controleslag overheen houden. Dat kan in het Liquid OTAP-mechanisme, DTAP, met hoe je ook term je aanhoudt, kan dat. Het voordeel daarvan is, op het moment dat die template die je eerder gemaakt nog steeds valide, nog steeds geldig is, gaat Liquid die automatisch weer invullen, krijg je automatisch nieuwe transforms en is je applicatie live in de omgeving. Die kan je middels snapshots ook weer terugzetten mocht er toch wat misgaan. Nou, dan blijft het gewoon continu zo steeds zo rondgaan. Dat is de Liquid Setup Store in basis. Belangrijk, ik krijg die vraag nog wel eens, er staan echt geen gegevens van jullie, van alle klanten op de server. Klanten die echt niet willen communiceren met de Liquid Setup Store service, ja, dan kunnen we die functionaliteit simpelweg niet aanbieden. Dan zou je het met de hand moeten gaan doen. Of je biedt ze de Setup Commander. Dat is een losse software tool die je, waar de applicatie op kan invoeren. Dat is gewoon een fysiek installeerbare applicatie. Nou, de specs, niet heel belangrijk, maar minimaal Windows Server 2003, R2 en SQL Server 2008. Wij kunnen op Azure, om even voorbeeld aan te halen, hier op Azure zijn wij niet in staat om Azure app, web app te gaan draaien. Dat komt omdat Liquid zijn eigen webservice heeft. Dus die is compleet eigen developed, eigen ontwikkeld. Ook omdat het zo klein is, ze werken dus niet met IIS, ze werken niet op die basis. Dus daar zou je in Azure een VM voor moeten maken. De database kan wel nog gewoon als Azure SQL Database Service afgenomen worden. Kan ook SQL Express zijn. Nou, Liquid.
deze heb ik niet nodig vandaag. Ik heb... Is er wel iets wat jullie willen in de toekomst? Dat zullen we even aanbieden? Als Microsoft er klaar voor is, we willen dat zeker. Alleen, we hebben nu onze eigen webservice. IIS heeft gewoon te veel beperkingen voor ons. Dat we het gewoon zelf ontwikkeld hebben. En daarom is ook die hele installatie zo vreselijk klein. Ja. Wij vertrouwen eigenlijk niet op andere componenten. Het is compleet zelf developed. Dit is Liquid. Niet heel spannend. Zoals gezegd, ik ga nu vanavond even vanuit de portaalvisie weergeven. Want we willen de gebruiker uiteindelijk een moderne werkplek gaan geven. En hoe een moderne werkplek eruit ziet, dat is als Anylink jullie beeld, jullie idee hoe je dit gaat bouwen in de toekomst. Dat is niet aan ons. Dit is onze interface. Maar zoals gezegd, we hebben een API. Ik heb daar bovenin ook twee voorbeelden staan. Die zal ik straks laten zien hoe het er bijvoorbeeld uit zou kunnen zien. Dit zijn producten van externe leveranciers waar we mee samenwerken. Maar jullie kunnen zelf ook op SharePoint iets gaan bouwen, om maar een voorbeeld te geven. Nou, wat zien we hier? We zien hier de applicaties van een gebruiker. Ik ben ingelogd als Nico Ziek, @liquid.com en in onze omgeving demo.liquid.com. Jullie hebben een eigen Anylink omgeving, die is een tenant onder de demo.liquid.com omgeving. Precies dezelfde omgeving, dezelfde server, dezelfde hardware. Hierin zien we applicaties staan en we zien hier PowerPoint, Paint, 7-Zip, wat SaaS-applicaties, fysieke en SaaS-applicaties bijvoorbeeld door elkaar heen in dit portaal. Nou, je ziet hier wat sterretjes, een nieuwe applicatie, heb ik nog niet aangeklikt. Je ziet hier twee kringeltjes, heeft Liquid gedetecteerd, hey, die applicatie heb je al eerder aangeklikt, die is geïnstalleerd op je device. Kunnen we starten, hoeven we niet meer te installeren. Zien we Workspace, dan hebben we nog een veldje met contacts. En in de context staan in principe de foto's, contactinformatie en nuttige informatie als een soort fotoboek. We zien het in de praktijk niet heel veel gebruikt worden, maar dit is van een van onze collega's, Advance. Het adres waar die zit, we kunnen hier allerlei parameters aan toevoegen die komen uit SharePoint of uit Active Directory vanaf keuzes waar je dit vandaan gaat halen. Kan je managen, heb ik ook vanaf hier een remote control sessie gestart. En dit is dan weer handig voor de service desk, dat je op basis van welk gebruiker het is, gewoon kan klikken met je eigen software voor remote control sessies. Je krijgt, als je erop klikt, ook een overzicht te zien van actieve sessies, waar die gebruiker op zit. En dan kan je dus ook kiezen van, ja, dan moet nu mobiel, ga ik met een RDP client waarschijnlijk vrij weinig beginnen. Voor service desk wordt dit heel veel gebruikt. We hebben ook onze catalogus. Ik ga eerst even een applicatie weghouden hier. Hoef je niks voor te configureren, die remote control? Maar je moet je eigen remote control protocol inbrengen, dus eigen app. Liquid biedt van zichzelf uit geen remote control functionaliteit. Maar niet remote assistance? Nee, we willen vrij om dat te configureren en Liquid past dezelfde intelligentie op. Dus we herkennen bijvoorbeeld TypeVNC, we herkennen RDP, we herkennen remote assistance. Bobga herkennen we bijvoorbeeld ook. Op het moment dat je die applicatie uploadt, gaat Liquid automatisch de commandoparameters invullen achter het remote control schermpje. Daarmee is dus vrij om je eigen tooling in te kiezen. Nou, we hebben ook onze catalogus en we zien nu Paint, die heb ik net van de desktop afgegooid. Hier staat Paint in. En in de Liquid catalogus kan ik gebruiken applicaties, printers en in de toekomst volledig self-service, laptops aanvragen en andere dingen. Ik zeg in de toekomst, het zit nu niet in. Ik heb wel ambitie voor om dat te gaan doen. En omdat het een relatief eenvoudige programmeercode is, ook is het heel makkelijk te creëren. Want het aanvragen van een laptop is niet meer dan een formulier of een proces dat in gang gezet moet worden ergens naartoe. Nou, als ik hier op klik, krijg ik wat informatie over de applicatie. Hier staat bijvoorbeeld een waarderings, een sterren. Kan je aan een publieke app store vragen, ja, hoe goed vind je deze applicatie, werkt dit? Je kan wat versinformatie meegeven, welke versie zit je in te werken. Kunnen zeggen, gewoon een beschrijving, great app reviews. Omdat ik admin ben, kan ik ook paint managers beheren. En ik kan ervan aanvragen. Nou, als ik hem aanvraag, en je ziet geen workflow achter, want dat is wat onhandig in een demo, maar vraag je hem aan, hij is aangevraagd. En hij is ook per direct beschikbaar op mijn werkplek weer. Ik wil nog niet zeggen dat deze applicatie geïnstalleerd is. Hij is nu voor de gebruiker klaar om iets mee te gaan doen. Dus die in de catalog staat, heb je in principe al toegang. Ja. Ja. Nou, je kan dus nog aanklikken op het moment dat je aanvraagt dat er een proces gaat lopen, dat er een groep autorisatie gezet wordt, of dat de manager approval moet geven omdat het gelicenseerde software is. Dat zijn opties die je binnen Liquid kan doen. Dat is overigens een enkelvoudige workflow. Dus je kan één manager, dus je kan niet zeggen, een manager heeft approval, dan gaat IT hem vrijgeven. Of dan gaat iemand anders nog approval opgeven. Dus dit moet één stap. Nou, en dan hebben we manage. Liquid manage je ook vanuit hetzelfde portaal.
Is het een security breach? Nee, dat is het niet. Dit hebben we ook laten auditen en laten testen voor onder andere een bank. En dat kunnen we ook contextueel maken, dus omdat Liquid met attribute-based access control werkt, kan het zo zijn dat ik op kantoor met mijn eigen device, eigen username, password, admin ben. Heb ik dus management betaald. Dat ik met hetzelfde apparaat, hetzelfde gebruik, maar remote, ben ik geen admin meer. Kan ik er ook niet meer bij, zie ik het niet. Voordeel is wel, je hebt gewoon je standaard portaal. Nou, als ik dan klik op Excel, dan gaan de tandwieltjes draaien en dan gaat Excel nu bij mij lokaal launchen. Hola die idee. Het werkt. Hè? Excel is lokaal opgestart, dus Office 365 Excel. Maar wat erachter gebeurd is, is eigenlijk nog iets intelligenter. Ik geef even laten zien wat Liquid nou zojuist gedaan heeft. Want het idee van Liquid is, die gebruiker die wil werken met Excel, om even Excel het voorbeeld aan te halen. En die wil niet weten waar die Excel vandaan moet halen, of die Excel op zijn device heeft. En zeker als die thuis is, hoe kom ik dan bij de rest van mijn spullen. In dit voorbeeld wordt gezocht naar Excel 2016. Wordt eerst de detectie gedaan, is die aanwezig, voel ik in alle condities. In mijn geval is het positief. Zou het niet zo zijn, dan zou ik zoek gaan naar de 32-bit variant. Hè, die bestaat ook nog, met een variabele, dat kan je uitfilteren. Op zoek naar Excel 2013. Ik kan een thuisgebruiker zijn, ik heb een oud device mee, ik zit nog een upgrade scenario. Zelfde resultaat, zelfde icoon. En als laatste, in Excel online. Dus we bieden de gebruiker aan van, joh, ik ben Office 365 klant, we kunnen lekker Excel online gaan pielen. Voor die gebruiker is uiteindelijk het resultaat, ik klik op Excel en mijn applicatie start en ik hoef daar niet meer over na te denken. En dit geldt voor alles binnen Liquid. Dus alles wat die gebruiker hier in zijn workspace gaat zien, kan je op deze manier gaan configureren, kan je een resultaat aan gaan verbinden. Als de applicatie niet aanwezig is, dus als ik bijvoorbeeld nu 7-Zip ga managen, dan zou je zien dat daar een andere actietaak bij zit, dus een andere actieset, een installtaak. Liquid, wat die doet, is gaat die detecteren, voldoe ik aan de voorwaarden, blijft van architectje x86 als filter, dan ga ik deze MSI installeren. Maar alleen als de applicatie nog niet aanwezig is, of deze taak niet eerder is uitgevoerd. Op het moment dat die gebruiker thuis zit of op zijn device zit, heeft een nieuw device meegekregen, klikt op deze applicatie, zal die even moeten wachten tot 7-Zip erop staat. En dat is niet handig met AutoCAD-applicaties, want kleine applicaties kan het heel handig zijn. Start zijn applicatie op. En op het moment dat Liquid heeft gedetecteerd, hey, de applicatie is aanwezig, dan gaan we automatisch door naar het volgende proces, het startproces. En die gaat gewoon 7-Zip uitvoeren. En je ziet hier een variabele staan, dat is een Liquid variabele. Die kan je ook sturen, kan je ook allemaal aanpassen. Nou, we zien hier, en dan ga ik even er wat meer doorheen lopen, een aantal kopjes staan. We hebben nu een applicatie gemaakt, 7-Zip. Type is install, dus Liquid gaat er altijd top-down doorheen. En later gaan we kijken naar die device plugin, we kijken nu even vanuit een poolmechanisme van de user. En we zien hier priority, dus we kunnen ook nog een priority geven aan een applicatie. 1 is de hoogste, 1 miljard is de laagste prioriteit. Dus we kunnen volgende bepalen wanneer welke applicaties uitgerold moeten gaan worden. Nou, we houden in basis houden we wat gegevens bij. Dus een distribute package, wat we gedaan hebben, of het succesvol is of niet. We lezen eigenlijk de return codes van de MSI uit. Ook als het faalt, lezen we uit de logboeken wat faalt er. Wil je meer loggen? Kan je de agent gebruiken? Kunnen we Power BI dashboards beschikbaar stellen? Kunnen we daar meer gegevens uit gaan halen? Liquid heeft in basis in zijn agent een logfile staan en op de server een logfile. Die kunnen we hierin publiceren en de rest houden we niet bij. Power BI, dan draait je rechtstreeks naar de agents toe. Dat doen we niet op onze database om die performance te kunnen garanderen. Dus dat moet je zelf, kan je er zelf dingen mee gaan bouwen, zelf dashboards omheen gaan bouwen. Dat gaat gewoon middels API of Power BI scripting. Dus alles wat je in Liquid injecteren, middels API, middels PowerShell. Dus je kan het volledig automatiseren. Nou, we zien hier dan een aantal entitlements. Ik kan devices toewijzen aan gebruikers, aan groepen en een combinatie van die dingen. En ook aan verschillende bronnen, dus verschillende Active Directories. En dan kan ik kiezen welke ik een gebruiker geselecteerd. In welke fase moet deze gebruiker de applicatie opstarten? Nou kan je dus onderscheid gaan maken in groepen. Dus bijvoorbeeld development, test, acceptatie en productie. Als jij een designated test user bent, die krijgt een nieuwe applicatie voor je kiezen, kan jij een andere versie voor je krijgen als je voldoet aan de requirements. Dat kan zijn, die device moet het toedoen, je moet een specifieke locatie hebben in een testruimte. En daarmee kan je het auto-proces automatiseren en op het moment dat de applicatie klaar is, kan je weer Liquid een drag and drop doen naar productie doen, krijg je de rest van de gebruikers die ook. En terugslepen, maak je de actie weer ongedaan. Dus het gaat vanuit één portaal, hoef je ook geen losse omgeving meer op te bouwen. Nou, deze gebruiker in de productie. Niet zo vaak komt de applicatie voor deze gebruiker, leeft die gewoon security groep zijn, is die hidden.
is het een taak die ik verborgen wil aftrappen. Ik wil een persoonlijk certificaat zetten, ik wil een specifieke actie gaan zetten. Moet de applicatie standaard in catalogus komen, op mijn workspace, standaard op mijn werkplek komen, of geforceerd. Ik kan ook niet meer verwijderen. Dus je ziet van die grapmakers in scholen, die applicatie verwijderen, weet je wat het is. Gewoon fix een icon op de desktop. Daarnaast kan je ook zeggen native icons op de desktop, startmenu en taskbar. Tot slot kan je zeggen, er zit een approver hieraan gekoppeld. Dus dan moet je een manager gaan selecteren. Voor om deze applicatie te approven voordat die uitgerold mag gaan worden. Die krijgt van een mail of zo. Mail en een pop-up in Liquid. Ja. Dan zie je van bovenin zie je een mannetje staan. Die krijgt dan een pop-up van een schermpje van hey, let op, er zijn acties voor je klaar. Dan kan je approven, dan kan je decline once of decline for always. Dan verdwijnt hij ook uit de catalogus, kan die gebruiker geen nieuwe request meer doen. En die krijgt dan een melding decline of followings? Keuzes. Je kan dan een mailtje laten sturen, dat is net hoe je bedrijfsproces in wil lezen. Nou, we kunnen ook dan events gaan doen op basis van verschillende acties. Dus we kunnen zeggen, bij logon gaat deze applicatie iets uitvoeren. Welke stage je detecteert, refresh, session connect, lock, unlock, agent startup, device startup. En welke actie wil je dan van dit specifieke deel gaan uitvoeren? Dat je distributie, installatie, launch of uninstall gaan doen. Er zit ook een uninstall panic button op als een gebruiker Liquid inlogt en heeft een bepaalde versie van de applicatie en meet de requirements nog deinstalleren voordat die gebruiker het door heeft. Kan het soms heel handig zijn als een corrupt update dus doorgeslopen is of iets dergelijks. Nou, we hebben in Liquid ook de tags. Dus we kunnen applicaties groeperen in je catalogus met Office Productivity apps, Business apps, Fun apps, om daar gewoon een filtering in te maken. Want sommige bedrijven hebben gewoon gigantisch veel applicaties. En als je dat publiceert op een desktop of in de catalogus, worden ze helemaal gek en zien ze niet meer wat er gebeurt. Dan hebben we ook de mogelijkheid, en ik zal straks even laten zien, om licentiecounters bij te houden. Maandelijks, jaarlijks, perpetual licenties, subscriptiemodellen. Een license account aan te hangen en een prijs aan te hangen. Dan kan je rapporteren. Dan kan je zeggen, nou ja, goed beste afdeling, je hebt zoveel licentiekosten gemaakt. Geen license management, geen asset management. Soms een nice to have, in sommige gevallen om gewoon even inzicht te maken. Let op, vriend, hier ga je kosten aan toe. Nou, we kunnen dependencies weergeven en dat is wel een handige functie vind ik zelf van Liquid. Op het moment dat jij een applicatie creëert, bijvoorbeeld een EPD, die maken vaak gebruik van .NET, Java en andere applicaties. Die kan je dus weergeven. This package depends on the following components. Op het moment dat jij .NET wil gaan updaten, zou je zien als .NET aan 7-zip gehangen zou zijn, zou die de following components depend on this package. Daarmee kan je dus met één druk op de knop inzichtelijk maken, als je die .NET versie wil updaten, bij welke applicaties maak je gebruik van? Welke applicaties moet ik dus gaan testen alvorens ik deze update kan doorvoeren? Met één druk op de knop, dat scheelt een hele hoop uitpluiswerk en een hele hoop restwerk. Daarbij komt dus ook meteen, iedere applicatie maak je maar één keer binnen Liquid aan. En die ga je koppelen aan elkaar. Dus je maakt voor de applicatie 7-zip eigenlijk een soort sequence van applicatieacties. Nou, dan hebben we hier ons OTAP-mechanisme. En hier zie je ook een aantal versies in staan. In OTAP kan je de specifieke settings, zoals ik nu productie ga selecteren, zijn de acties waarschijnlijk anders dan in development. Dan kan ik hier onder de variabelen netjes de database-variabelen, installatiepad-variabelen, ODBC-dingetjes gaan configureren, die op de juiste manier verwijzen naar je testomgeving. Wanneer ik die ga slepen, gaat Liquid zeggen, hey, wil je promoten naar productie? En dan zou die de variabel gaan aanhouden die je vast geconfigureerd hebt. Dan gaat alleen de acties die je hier gedefinieerd hebt overschrijven. Dus hier gaat daadwerkelijk je nieuwe package uitgerold worden. Dus als je dit heel handig opzet, kun je dus heel handig met een OTAP-straat gaan werken en dat eigenlijk ook nog automatiseren, want je kan dit scripten. Je kan hier Microsoft Flow een andere tool voorhangen en gebruik ze een vorm geven. Ik heb de applicatie nu 5 keer gestart. Werkt die ja of nee? Vind je het af? Is het goed? Automatisch had ik provision naar productie. Is het niet goed? Hey, dan krijgen we een mailtje bij de service. We moeten hier wat mee gaan doen. Reageert de gebruiker niet? Automatisch had ik provision. Heb je een soort audit trail voor jezelf gecreëerd? Hij is getest. Scheelt je in je floorwalker? Scheelt je in je packagingproces? Scheelt je gewoon tijd? En dan het najagen. Nou, wat kunnen we nou allemaal? Liquid kent in basis 4 action sets. En in principe kunnen ze alle 4 hetzelfde. Alleen voor je handig, voor je eigen administratie om bij te houden welke action set ik waarvoor gebruik. Dus ik raad je gewoon aan, doe dat op een nette manier. Distribute. Het idee erachter is, sommige gevallen. Ik ben gebruiker, ik heb pech met mijn laptop gehad. Ik heb hem met autopilot opnieuw ingericht terwijl ik thuis zit. Nou, dat is binnen een paar minuten gefixt. Die triggert de Liquid agent. Dan ga je een aantal applicaties ga je deployen. Maar een aantal rest van de applicaties, ja, die wil je misschien wel vast op het device klaar hebben staan. Dus een distributie van de MSI's van de app die van de settings gaan downloaden.
maar niet gaan installeren, anders zit die gebruiker misschien wel een uur te wachten tot ze device het weer doet. Dus in distributie kan je bestanden op het device kopiëren en klaarzetten voor latere acties. Met install kunnen we alles installeren, alles configureren. En met launch wil je eigenlijk je launch acties gaan definiëren. En als je het helemaal netjes doet, maak je ook uninstall acties. Dus op het moment dat de gebruiker een probleem heeft, uninstall, je MSI deinstallatie, opschonen van je app V-cache, je pauze scripts die reversion doen. Dus als je dan terugsleept je applicatie, gaat ook de uninstall actie getriggerd worden. Daarmee kan je dat volledige proces automatiseren. Dit kunnen we op fysieke devices, kunnen we ook gewoon in VDI-omgevingen gaan doen. Dus heel veel klanten maken hier ook gebruik van binnen VDI, binnen XenApp, binnen Xen Desktop, binnen Terminal Server. En we kunnen acties definiëren, always, once per user, once per device. Het kan dus zijn dat je once per user een applicatie installeert, want je gaat dromen en hoppen van werkplekken. Het kan ook zijn once per device die iedereen kan gebruiken. Of always, ik wil een persoonlijk certificaat deployen of ik wil een persoonlijke taak zetten als ik aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ik zijn gewoon redenen voor om de onderscheid in te gaan maken. Nou, we kunnen dus zeggen, een eigen installgroep, een eigen launchgroep. En we kunnen hier dus actions aan toevoegen. En we kunnen hier ook action sets aan toevoegen. Dus je kan meerdere install action sets hebben. En dat maakt het relatief complex, maar je kan dus gewoon een action set maken, 64 bit. En je kan action set Citrix server voor maken, dan kunnen ze zelf de applicatie zijn waarbij je andere resultaten gaat kijken binnen je deployment. Nou, als ik ga kijken wat kunnen we dan, ik ga een action toevoegen van de install. Een variabele eigenlijk of zo, een action set. Ja, een action set, wat deze action set doet, hè, dus dit is een set van acties, die doet bijvoorbeeld install MSI, maar alleen x86. Dus er is een filter op. Ja, dan kun je ook de tweede actie die eronder zit is action set if x64. Dus de eindgebruiker blijft het één druk op de knop. Dus hier kunnen we gewoon heel makkelijk onderscheid in gaan maken. Nou, ik kan hier ook een action op toevoegen. Want het kan zo zijn dat ik zeg, ja, ik heb al een applicatie, maar ik wil nog veel meer dingen doen. Ik wil eerst, ik ga roamen van werkplek. Ik wil een aantal printers gaan connecten. Kun je zeggen, nou, connect printer. En de actie daarna is, zet als default printer, want ik detecteer een locatie. Upload files installeren. Uploaded files, dat zijn bestanden die in de Liquid portaal gehezen zijn als het ware. Maar we kunnen ook zeggen copy directory of copy files. Dat zijn bestanden die van een fileserver of iedere willekeurige locatie af gaan halen. We kunnen ini-files, tekstfiles, gewoon rechtstreeks edit. Dus kan je een tekstfile toewijzen, kan je regels aan toevoegen. Ook een ini-files, ODBC settings bijvoorbeeld, om die actief te kunnen wijzigen binnen een bepaald bestand. Gewoon gestandardiseerd. Nieuw in deze release is install font. Want als je dat met Microsoft wil doen, een bepaald font wil installeren, als je erop klikt, dubbelklikt, plop, staat hij erin. Maar wil je dat automatiseren, moet je zo'n script gaan aftrappen om dat goed voor elkaar te krijgen, want dan wordt het in één keer een heel kritisch proces. Dus bij Liquid zit ook nu standaard install font. Shortcuts creëren. We zijn in staat om MSI's, MSP's, MSU's vanuit Liquid portaal te distribueren. Maar ook MSI's, MSP's en MSP's vanuit een derde locatie te deployen. Dus dan kan je een keuze maken. Nou, hier kan je dus bijvoorbeeld voor kiezen, is ben ik een thuisgebruiker en ik heb niet alles geïnstalleerd. Dan komt dat uit een Liquid portaal vandaan, want die draait misschien wel in Azure. Maar zit ik op kantoor, dan is het intelligenter om dat van een fileserver af te halen. Scheelt als bandbreedte, scheelt je ook performance. Dus dan kan je een tweede launchzaakje achter gaan maken. We kunnen RDP-files rechtstreeks toegang geven. Je kan vanuit Liquid ook gewoon meteen scripts maken en uitvoeren, processen starten, packages distribueren, dus het is continu. Drive-hackings kunnen we maken. Dat kunnen we ook doen voor devices die niet in het domein zitten. Hetzelfde geldt voor printers. Dus heb jij een non-domain joined device, kan je wel een taak maken, create a drive mapping. En dan gebruik je de Liquid user credentials die ook ingelogd zijn om die drive mapping te doen. Dit is gebouwd omdat we steeds meer organisaties zien. We bieden apparaten aan, maar eigenlijk wordt het echt bring your own. Dus we zitten niet meer in het domein. We willen gewoon die flexibiliteit creëren dat iedereen ieder apparaat kan gebruiken. We kunnen op deze manier heel makkelijk ontsluiten. En dan zeggen de user die het Liquid portal is aangemaakt, ja. Domainaccount. Als het een domainaccount is, het kan ook zijn dat je een SAML gebruiker bent. In de toekomst hebben we de ambitie om bijvoorbeeld ook Facebook en Google accounts toegang te willen geven tot Liquid. Het kan zijn dat je aan de achterkant wel gewoon een Active Directory hebt. Dan kan je daar een single sign-on profiel op loslaten. En die wordt dan gemapt onder die credentials die je dan geselecteerd hebt voor die gebruiker. Zo kan je dus op die manier heel eenvoudig toegang gaan realiseren. Hetzelfde geldt voor printers. En dan zeg je, printers, ja, je kan printers ook gewoon normaal beschikbaar maken, toch? Gewoon, hè, iedereen erbij kan. Dat kan.
We kwamen in de situatie dat gebruikers een follow-me printer hebben met pasjes. Die worden dus geconnect op basis van de local context van die gebruiker van het device. Stuur een printopdracht, houd het pasje erboven, er komt gewoon niks meer uit. Ze kunnen ook printers connecten op basis van de domain context op dat moment. En dan kan je je pasje er weer boven houden, dan komt je printopdracht er weer uit. We kunnen group membership modifyen, dus op het moment dat jij een applicatie aanvraagt, ga je lid worden van een bepaalde groep, een bepaalde setting. We kunnen dus ook gebruiker een prompt geven, let op, we zijn je applicatie installeren. Maar ook, ik ben een thuisgebruiker, ik wil een applicatie installeren in agent vereist. Dan gaat hij zeggen, let op, je moet nu de agent installeren, die kunnen wij voor je installeren. Maar dat heeft als gevolg dat we toegang krijgen tot deze gegevens. Dan kan je een opt-in en opt-out gaan creëren. Het gevolg is, als je het niet doet, dan moet je een alternatief bieden. Zij het een SaaS-applicatie, zij het een Citrix-sessie, zij het whatever je aan wil bieden. Shutdown, reboot, de registry files, maar we kunnen ook rechtstreeks registerwaardes gaan zetten zonder dat je een complete reghive gaat importeren. Gewoon een losse sleutel. Processen, service die we kunnen doen en de allerbelangrijkste wait, dan wel reboot kunnen we doen. Je kan ook meegeven als een user niet local admin is, dat je dan een admin-account of zo dingen installeert. Ja, we kunnen dus elevated rights meegeven. In principe, als je Liquid Agent hebt, hè, dan is het enige reden dat je daadwerkelijk dingen goed kan installeren. Liquid werkt onder System Authority. Alles moet installeren. Ja. Nou, op iedere actie, want dan wordt het helemaal een mooie, kunnen we filters toepassen. Dus iedere actie die je binnen Liquid bouwt, ga je een filter toepassen. Kan je een filter toepassen. En dat zijn er ook weer heel wat. Want we kunnen per actie gaan filteren om een taak uit te voeren, of begin ik bovenaan. Of de agent daadwerkelijk aanwezig is, hè, welke agent versie je hebt, wat je fully qualified domain name is, of je daar wil voldoen, device name, system manufacturer, system model. Dus je kan heel fijnmazig gaan filteren welke actie geschikt is voor welk type device of welke gebruiker. En het is niet één filter, het is een complete set van filters en die moeten één moet voldoen, allemaal moeten voldoen. En ze kunnen ook nog eens een keer wisselen per taak. Hè, dus we kunnen kijken of een bepaald bestand aanwezig is. Ben je een 64-bit gebruiker, heb je een bepaald bestand, dan gaat het meteen launchen en anders wordt het eerst allemaal even voor je voorgeconfigureerd. Je huisstijlen van je office, je macro settings, want ik ben een gebruiker van de administratie, ik moet een bepaald macro filter werken, dan wil ik dit speciaal aanzetten en anders staat het per default uit vanwege de veiligheid. En vooral firewalls en primary context. En daar gaan we zo nog even naar kijken, maar de primary context is eigenlijk de attribute-based access control van Liquid. Je creëert daarmee een primaire context waar je moet voldoen. Die kan je dus ook in scripten. Dus je kan zelf een script maken hoe jouw context eruit moet zien. Een puntentelling voor creëren van safe device. Heeft een virusscanner, die detecteren, die heeft, is lid van domein, heeft een pincode op zijn apparaat. Voldoel ik daar aan al die eisen, heb ik alle applicaties, voldoel ik aan één van de eisen niet. Heb ik 70 punten voor mezelf gescript, dan krijg ik een subset van de applicatie beschikbaar. En een alternatief eventueel. Hè. In sommige ziekenhuizen of financiële instellingen wil je niet dat alle financiële gegevens op alle apparaten beschikbaar zijn. Het kan ook zijn dat op het moment dat je ergens aan voldoet of niet aan voldoet, multifactor authenticatie gaat forceren. Binnen Liquid kan je per applicatie en ook op het hele portaal multifactor authenticatie activeren. En multifactor authenticatie ben je weer vrij om te kiezen zolang je maar een radius protocol spreekt. Dus ook Microsoft multifactor, SMS passcode, dual security, noem het maar op. Dat wordt allemaal support. En voor die conditional access of attribute access, moet je die agent hebben, zeg maar? Nee, dat is niet strikt noodzakelijk. Dat komt omdat als je Liquid benadert, kan je binnen Liquid, een browser geeft standaard heel veel informatie mee. Die geeft netwerkinformatie mee, die geeft waar je vandaan komt. Die geeft ook mee welke browser je vanaf komt, welke type source OS je vandaan komt. Of je domain user bent, weten we op basis van je inlog. Of je disk encrypted is en zo. Dat kan je bijvoorbeeld meegeven. Ja. Kun je dat allemaal uitlezen, ja. Je browser. Dat is allemaal standaard calls. Oké, cool. Dat zijn heel standaard dingen. En het kan zijn, op het moment dat de agent er niet is, dat je eerst daar kan zijn omdat je context tegen het hele agent is niet, maar je zou hem wel moeten hebben. Automatisch agent deployen gewoon silent en dan heb je alsnog met alle gegevens. Ook die context, hè, op het moment dat je inlogt, kan de context ook weer een reden zijn om actie te triggeren. Dat maakt het heel complex, hè, dat we zeggen, ik doe altijd eerst een training. Maar eigenlijk is Liquid op bitniveau heel modulair in te richten om de optimale werkplek voor die eindgebruiker te creëren. Met als resultaat dat die eindgebruiker er nooit mee lastiggevallen wordt wat het nou wel doet en wat het nou niet doet. En dat maakt het voor ons zo gaaf en voor jullie een hele mooie uitdaging om een functioneel ontwerp op te maken en een technisch ontwerp om daar de klant mee te helpen. Want er zit geen beperking aan of het nou een privé device is, een zakelijk device, dat je gewoon met een management, een directie of met klanten afspraken maakt hoe we gaan het doen en user stories creëren en dan ga je daar een ontwikkeling op maken.
Nou, en dus we kunnen ook bijvoorbeeld platformen uitlezen. Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Windows Phone. En het mooiste, Unknown. Ja, dus een catch-all component kan je mee creëren. Daar zien we heel mooi macOS, Linux, Android staan en iOS. Wij kunnen geen device management doen. Wij hebben wel een experimentele macOS client en wij zijn ook in staat om op iOS device, Android device dingen te doen. Maar wij kunnen geen VPN profielen gaan deployen op een mobiel device. Wij kunnen wel gewoon de applicatie starten, want een applicatie trigger op een mobiel apparaat is niet meer dan een deep link of een URL van het device gaan starten. Daar kunnen we heel veel mee. Zat de applicatie niet op, kunnen we bijvoorbeeld ook een link aanmaken van ga maar de App Store of Apple downloaden. Trigger Intune om iets te gaan doen. Trigger Intune, AirWatch, een ander mobile device management systeem om een actie te gaan uitzetten. Dat zijn dingen die we ook kunnen creëren. Ja, en als laatste nog op bepaalde services staan. Dus ja, we kunnen heel breed filteren. En deze filters kunnen dus per taak weer gaan toegepast gaan worden. Met als resultaat dat je als eindgebruiker een applicatie krijgt die ten alle tijde voldoet aan de eisen en wensen die jij aan je applicatie wil en mag stellen, waar de IT-organisatie happy mee is. Zowel binnen Citrix, binnen VMware, binnen RDS, als op een fysiek endpoint device. Maar er zijn ook klanten die bijvoorbeeld hun thin clients mee deployen en inrichten. Dus kunnen ook dat weg afvangen. Moet wel een Windows Embedded, Windows PE-achtige software staan. Die kunnen we daar ook mee afvangen. Het leuke is dat kan je allemaal als je een Liquid licentie hebt. En Liquid werkt in principe met named user licenties. Mag je al die devices ook mee deployen. Je hebt geen extra licenties meer voor nodig. Ook als je Citrix Golden Image wil opbouwen. Je hebt daar geen extra licenties meer voor nodig. Dus het zit in die ene licentie verwerkt. Peter kan straks alles vertellen over de prijzen. Je zit hier de hele tijd op te wachten. Ja, precies. Ja. Als jullie trouwens pauze willen, moet je het zeggen, anders reutel ik lekker door. Ik heb een vraag. Ja. Kun je ook provision, deep provision en SaaS applicatie? Wat bedoel je, de security? De provision, dus dat je een portal op Facebook of wat aanbiedt. En kan Liquid dan ook die Facebook user provision? Dat is een tricky one, want dat hangt heel veel van de situatie af. In principe is Liquid een identity provider. In basis, dus wij zijn een identity provider en wij hebben volledige sommel en Okta integraties bijvoorbeeld te noemen. Dus ja, we kunnen het. Hebben we dat al heel vaak gedaan? Nee, want de release van sommel en Okta en identity provider is een 3-1 geweest en die is al 6 weken geleden gereleased. Dus real world use cases, die hebben we nog niet. En we hebben één klant die dat nu aan het bouwen is. Dus op het moment dat je daar hebt, dat ik dat. Okta is een van de organisaties waar we tegenaan kunnen praten. In principe zijn we zelf, kunnen we ook alle SAML single sign-on zaken afvangen. OAuth 2.0 kunnen we ook allemaal single sign-on, uiteraard dat is gewoon ADFS taal. Maar alle SAML kunnen we ook. Waarom gebruiken we dan specifiek Okta als partner? Okta heeft 2000 applicatie templates al klaarstaan. Dus dat is natuurlijk een hele korte klap en heel veel enterprise klanten maken gebruik van Okta. We werken ook al samen met Tools for Apple bijvoorbeeld, om een voorbeeld af te geven. In private niet, dat is me heel veel in zorg. Maar als het maar dezelfde taal spreekt, is het heel eenvoudig aan te passen en te configureren. Dus ook meteen voor jullie de giveaway, op het moment dat je naar Liquid kijkt, echt 3/4 van de functionaliteiten die erin zitten, zijn op basis van partner requests gekomen. Partners die in het tender zitten, in de situatie zitten, we hebben echt iets nodig nu. Gewoon een feature request. En ja, we kunnen, omdat we in Nederland zitten en we geen externe investeerders hebben, geen lange approval processes, kunnen we dit vrij snel bouwen. Want vaak is het een vorm, is het een stukje code, een stukje proces dat iets moet gaan doen. Kunnen we dat inbouwen. Het hele SAML IDP proces, om een voorbeeld aan te nemen, zijn we in januari begonnen met bouwen. En dat is nu dus eind maart gereleased. Dus zo snel kan het gaan als echt iets nodig is. Dus nee tot nee, mocht je echt iets nodig hebben, denk je, verrek, dat zit er nou echt niet in, dat moeten we echt hebben. Als het totaal kul is, dan zullen we natuurlijk zeggen, ja, leuk idee, maar dat gaan we niet doen. Als het binnen het redelijk is, dan zou je zien dat er toch vrij snel iets gebouwd gaat worden. Nou, dan begon ik mijn verhaal eigenlijk net met de connectoren. Want dat is voor jullie als system integrator eigenlijk een hele mooie tool om iets mee te gaan doen. Dan moet ik even kijken, want jullie hebben als het goed is AnyLink. .liquid.com, hè? En nou, Mark, hoop ik dat jij daar credentials van hebt. Ja, dat is admin en dan leusden. Echt, dan op
dat is eigenlijk een verzonnen, dat weet ik niet meer. Ja. Ik weet geen eens uitvoering op Facebook. Ja, maar ik weet het ook niet. En dan ga ik weer even mailen. Ik heb het pakket heb ik al, dus. Hij is weer gelukkig. Hij bepaalde standaard ervoor als we een demo kunnen hebben. Deze demo-omgevingen kunnen jullie ten alle tijde ook belinkt aangeven voor al jullie klanten. Gewoon een live demo-omgeving. Doe een verzoek. En we kunnen straks ook nog een extra omgeving maken. Dat is echt zo geregeld. Een paar minuten werk. En dan is die live. Ben je nu de licentie even verversen. Standaard geven wij een licentie uit voor 30 dagen. Dat doen we bewust, want anders gaan gebruikers niet zitten werken. Daar heb je controle meer over. En dat is ook een handig dingetje. Nee, dan moet je eens even bellen met die klant. Want, dat denk ik niet zo'n hele literaire rondgedrukt. Ik ga vassen, dan ga ik zo dus een licentie krijgen. Nou, hij is weer geactiveerd. Ook dat zie je. Gastvrij zelf. Peter is een mobiel te vriend houden. Dan krijgen we een melding. Dat is een melding waar mensen zeggen: hé, is een foutmelding. En deze zullen jullie als system integrator regelmatig gaan tegenkomen. Eindklant bijna nooit. Wat dit doet, is de website anything.liquid.com is requesting permission to use the Liquid Workspace agent. Ga ik mij zelf een toegang geven om met lokale resources aan te kunnen bespreken. Het is een soort opt-in voor de user. Van, weet je zeker dat jij nu deze server toegang gaat geven tot mijn lokale device? Gewoon een security feature. Dus als jullie meerdere klanten hebben met sorry? Kun je het toontje ook aanpassen? Want zo lijkt het dan net alsof het kapot is. Daar heb ik al een verzoek voor gegeven. Maar eigenlijk zien alleen IT-admin zit die meerdere omgevingen weer. Een klant gaat het eigenlijk nooit zien. Maar dat is meer zoiets van let op en je zit nou in een bepaalde omgeving. Je geeft nu even toegang. En alle omgevingen waar ik ooit een toegang heb gegeven, kunnen allemaal tegen de Liquid Agent aanpraten. Dus dat moet je even onthouden, ze zitten dus niet om. Nou, hier zien we jullie applicatiespul, dat jullie allemaal al gemaakt hebben. Dat is wel grappig, dat zijn bijna dezelfde applicaties die ik net al lang gezien heb. Ja, we hebben niet zoveel gemaakt, we hebben wel rondgeklikt. Ja. We zijn voorzichtig, hè? Ja, maar ik kan ook vertellen wat komt, want jullie hebben een connector gekregen. Dus die applicaties die jullie hier zien, komen uit de multi-tenant omgeving gaan, uit de andere omgeving waar ik net in zat, uit demo.liquid.com. En dat is relatief eenvoudig. Dit kun je ook eens opzetten. Ik zie dat. De applicaties komen uit demo.liquid.com vandaan. Gebruikersnaam is local/connector, wachtwoord connector, dus geen geheim mag je gewoon doen. Het is geen enkel geheim aan. Wat dit doet, is hij gaat verbinding maken naar de andere tenant. Dat zijn allezelfde applicaties die je net zag. En die gaat al die applicaties aan jullie aangeven, je laptop, hier kan je deze kan je downloaden, hier kan je wat mee gaan doen. Dat is ook wat er eigenlijk gebeurt. Dus al die applicaties die staan, hebben wij toen wij die demo-omgeving op hoeven bouwen, waar jullie het connector gemaakt, gesynchroniseerd en de user aangaan, alleen admin. En dan waren die applicaties tegenaan voor productie. Dus als ik nu ga kijken bij 7-Zip, dan ga je dezelfde taken zien. Of jullie moeten hebben ook sleutelen die er al eerder al in stonden. Nou, precies dezelfde taken. Super gaaf. Want al die MSI's en al die informatie heeft nu in jullie portal gedaan. Dus krijg je een nieuwe klant, kun je een hele repository van alle MSI's, alle advies gaan maken. Als je nou een beetje een fatsoenlijke package bent, stop je namelijk geen gevoelige informatie of geen ransom-informatie die specifiek voor een klant is in een package. Want dat doe je namelijk bij de launchdagen, zoals je dat bij REST ook kan doen. Dan voeg je ook custom informatie om die man toe. Dus je kan een verzekering gaan maken van al je applicaties met alle standaard filters, want er neemt ook je filters mee, x64, x32. Alle voorgeconfigureerde applicaties kan je hier maken. Nou ja, je zou zien dat bij alle projecten die jullie doen, 80% of 70% van de applicaties 70 keerend naar voren komt in bijna allemaal dezelfde settings. Hij kopieert het echt. Hij kopieert het. Hij maakt geen link. Hij kopieert ze. Okay. Maak u dan eventueel, die connector kan je daarna verbreken, dan blijven al die applicaties persistent op je omgeving. Je kan ook die connector in stand houden en dan is er een soort managed connector. Als jullie zeggen, wij hebben een managed service dienst, wij bieden een nieuwe applicatie aan. Aspecting as a service, kan die automatisch of on-demand doordrukken naar de tenantomgeving, inclusief alle configuratie. Daarmee heb je dus in principe 1 keer 7 zitten pakken, dus je kan 10 klanten aanbieden waar je 10 keer een beperkte of volledige fee, net wat je wil, fee aanbiedt aan de klanten om deze packages te updaten en te managen. Veel minder werklast en veel eenvoudiger uit te rollen. Je had de vraag? Voordat je hier klaar bent, dan ben ik over. Dus je zou zien ook, die filters die erop zitten, als die niet gesloten zijn, zijn nog steeds hetzelfde. Dus je maakt een subset van je applicatie die heel generiek zijn. En dan ga je per klant de functional requirements van die applicatie nog eens analyseren en voor Office. Ook daarbij kan je zeggen, ja, eigenlijk is het al hetzelfde. Hè?
80% van ook voor de office specs, als ik dat weet, bij rest een buildingblok importeer, moet ik een paar vinkjes zetten. Bijna altijd hetzelfde. Waar zit dat verschil dan in? Waar heb ik specifieke documenten staan? Waar zijn specifieke huisstijlsettings? Heb ik nog wat extra security settings nodig? Of voor Outlook een specifieke mailserver waar ik toe moet connecteren? Die maak je dan op twee manieren aanmaken. Die kan je aanmaken als een extra install subset. Dus op het moment dat er een managed package is, ik weet niet of jullie die aan hebben staan. Nee, is uit. Je kan een create out aanbieden, dat je met die bestaande set hier niks mee kan doen. Dan is die managed. Dan kan je dus altijd een extra actieset aan toevoegen. Je kan voordat de primaire deployment plaatsvindt of na de primaire deployment. Dus het kan zijn dat je pre-requirements gaat zetten om dingen te gaan doen. Of daarna specifieke certificaatinstellingen nog in de installtaak gaan doen. Of als launch action. Nou, heel veel klanten die leven die meewerken, die gaan zijn weer opzetten. En zou je zien dat je eerste drie projecten heb je nog wat werk gaan moeten uploaden. En de volgende nieuwe klant, zo maken we ook de demo-omgeving. Die kunnen wij in 5 minuten kunnen we dit inrichten. We kunnen ook de Active Directory aan koppelen en Citrix aan koppelen. Dan heb je al een productieklare omgeving. Met al heel veel standaard applicaties. En jullie doen heel wat projecten. Daar kan je zo ongelooflijk hard mee gaan dat dit heel eenvoudig ingericht is. Dus gaat dat verder dan een standaard building block van REST? Dat was mijn vraag. Als je van REST building blocks. Nee, dat is een andere vraag. Want leuk dat we dan nu hebben een connector. We komen van de demo-omgeving af. Ja. Maar dan heb ik nog 5 applicaties ergens in de Citrix portal. Ja. En dan heb ik ook nog wat Office 365 dingen. Ja. Maar dan heb ik ook nog een mooie applicatie van AWS draaien. Dat maak je. Dat maakt allemaal niet uit. Nou, ik kan hier ook een extra connector maken. En dan connecten ze naar Citrix Storefront om je voorbeeld aan te houden. En dan krijg je een nieuwe connector die Citrix Storefront gaat uitlezen. Maar het komt sowieso, qua beeld is het geen interface, staan al die icoontjes in. Ja, het is alleen maar de bron waar je het vandaan haalt. En dat kan één Citrix omgeving zijn, kunnen er 10 zijn, dan ben je vrij om te doen wat je wil. En ook een connector, en die gaan we nu meteen even live maken, is de Liquid Setup Store. Die heb je wel geactiveerd op licentie, toch? Ja. Nou, hier kan je eigenlijk een aantal dingen doen. Ik ga nu de Liquid Setup Store. Ik heb een veldje misschien. Ja. Je kan bij iedere connector die je maakt, er standaard een pakket voorvoegsel meegeven. Dat is meer voor beheerders gezien. Hey, dit is standaard een Citrix applicatie op een bepaalde connector vandaan. Dus het kan soms handig zijn, dit is een Setup Store applicatie. Het ziet de eindgebruiker niet. Het is alleen voor de beheerder handig om te zien waar komt dit vandaan, hoe zit het in elkaar geknoopt. Hij zegt, standaard publiceert deze nu in ontwikkeling, dus iedere nieuwe update komt in de ontwikkelstage. Je kan ook zeggen, ik vertrouw het allemaal zo, dat iedere nieuwe applicatie standaard in de productiestage of in een van de andere stages gedeployed wordt. Nou, daar heb je als goed is je gebruikers hier filters op aangemaakt, dus dat is al geautomatiseerd. Dan krijg je de vraag, is het een beheerd package of een onbeheerd package? Een beheerd wil zeggen dat een stukje create-out is, dat updates automatisch gecontroleerd worden en desgewenst ook geapplied worden. En onbeheerd, je moet hier handmatig nog iets mee gaan doen. Dit is de standaard, dat kan je per applicatie ook weer gaan definiëren. Dus per standaard zou ik zeggen, doe het maar beheerd. Welke applicatie vanuit de Setup Store wil ik zien? Op welk platform? Windows X64 en X86. We hebben ook een Apple applicatie repository, mocht je dat willen, voor Mac. Dus daar zetten we ook Mac applicaties in. En welke talen willen we standaard doen? Ik zou nu Engels en Duits even aanzetten. En daarmee is de connector klaar. En dan kan ik nu de resources gaan benaderen die in deze connector zitten. En daar zitten gewoon een hele stapel applicaties. En dan zeg ik, nou, ik heb er nu iTunes nodig. Die wil ik graag in productie gaan brengen. Ja, nou, ik zal hem gewoon opnieuw maken. Zo schrijf ik hem gewoon. Op het moment dat je connectie maakt, heb je toegang tot de resources. Die is dan nog niet meer Liquid aangemaakt. Dus je moet selecteren. Dat geldt voor Citrix applicaties, voor Apple applicaties. Wat je in Liquid toegankelijk wil maken. Dan wordt die gedownload. En dan wordt het ook daadwerkelijk pas in je eigen portaal gemaakt. Die informatie die je daar configureert, blijft ook altijd in je eigen Liquid portaal. Interface. Nou, ik ga een pakket maken. Wat er nu gaat gebeuren is, ik ving deze even aan. Want dat is noodzakelijk. Dit is ook een negeer ontbrekende afhankelijkheden. Liquid kan dus automatisch een check doen. Heb je tot net nog nodig hiervoor voor deze applicatie andere pre-requirements. Dan gaat hij op zoek nu naar die template. En dan krijg je nu, ik wil de template configureren. En dan gaat Liquid de vraag stellen, welke packaging functionaliteiten wil ik aan- en uitzetten. Not install bonjour, dat is een handmatig dingetje waar je normaal gesproken een MST voor moet gaan maken. Dat staat standaard aan, dus wij vullen ook automatisch de meest gebruikte functionaliteiten dan voor je in, wat wij denken dat acceptabel is. En dan welke functionaliteit, ik wil podcast uitzetten, ik wil radio uitzetten, ik wil games restricten. Dit is door Liquid, door de server, gevonden als intelligentie binnen het package.
En muziek hebben namelijk altijd een soort intelligentie in het packet zitten. Het packetje kan je dit handmatig doen en wij kunnen dit dus ook gewoon automatiseren. En de interface hoe dit eruit ziet, verschilt per package. Het kan zijn als er een vraag is waar een invulveld is, van waar is de server, dan krijg je een invulveld. En ja, daar moet je even goed naar kijken. Dit wordt nog een beetje getweakt en getuned. Hoe hebben jullie dat bepaald dan? Is er iemand die met de hand van ons het... Ja, we hebben gewoon packages ervoor zitten, packages, en die houden dat gewoon bij. Ja, automatisch. Heel, het gros gaat automatisch. 24/7 op het moment dat die template er is, kunnen we die templates toetsen tegen een nieuwe package aan. Maar de eerste keer een package, wij testen ze ook altijd zelf. We installeren ze altijd zelf. En ik had gisteren bijvoorbeeld VirtualBox van Oracle. Die was voor het ministerie Justitie en Veiligheid noodzakelijk. Die gaan we vuil bedenken. Hoe komt dat nou? Hadden ook blogs bij, er zit ook bij van ja, die had specifiek eerst een certificaat nodig voordat er MSI geïnstalleerd kon worden. Maak ook een handleiding, hoe kan je die, dat certificaat verkrijgen en hoe kan je dan in Liquid bouwen. Dus wij testen al die applicaties ook allemaal zelf. En dat is, lijkt natuurlijk heel veel werk, is het ook wel. Maar aan de andere kant, weet je, als je gewoon een aantal mensen hebt die dat gewoon zitten te doen en alle andere klanten maken er gebruik van, is het ook gewoon geld voor ons. Wij verdienen hier ook gewoon op. Ja, en we zien je, haal je dit allemaal uit en je moet de tekstjes aanpassen, ja. Soms, maar het zijn alle registry keys die gezet worden. Ja, maar als het over heb, 4. Alle installatieparameters. Ja, bij Poepie standaard geen F4 uit, maar omdat het een clean MSI is, kan je hem ook heel eenvoudig converten naar een MSI, of naar een F4. Want wat je niet in die F4 wil gaan doen, hè, uiteraard soms moet je er nog iets in stoppen, maar wat je eigenlijk niet in F4 wil doen, is de specifieke aanpassing. Want dat zijn taken die je er pas achteraf op los wil laten. Je wil een generieke bubbel. Precies. Heel veel packages begrijpen dat niet. Hè. Dat is een discussie waar ik soms heel lang over kan zitten, maar een package, een MSI, of een F4 is kaal. Die is unattended installeerbaar. En de rest van de taken zet je on-demand erop wanneer je het nodig hebt, want dat hou je ook je flexibiliteit en je updates. Komt er een nieuwe versie, kan je hem steeds, hoef je alleen maar die aanpassingjes eventueel nog even tunen en dan ben je alweer klaar voor productie. Je hoeft niet een heel nieuw package te creëren. Nou, hoop geleuter. Volgende, vraag Liquid voor wie deze applicatie. Als ik hier niks invul, krijgt ook niemand hem. Vul ik hier nu wel het in, is het per direct, op het moment dat ik straks klaar voor ben, de applicatie voor deze gebruiker beschikbaar. Volgende, ik voltooien. En nu gaat Liquid het package downloaden uit de Liquid Setup Store naar jullie eigen omgeving doen, maken. Die duurt heel eventjes, want iTunes is een redelijke applicatie. En die gaat nu binnen Liquid een aantal taken aanmaken. Dat is een deployment taak. Wat je daarop nog moet doen, is de filtering toepassen. Launch icon voor jezelf aangemaken en entitlements correct. Dan is de applicatie volledig klaar voor productie. Nou, dat doen we vanuit de Setup Store voor plus minus 3000 applicaties. Dat ziet u nu ook, hè, dit pakket wordt beheerd door Connect en Liquid Setup Store. Sommige opties zijn niet beschikbaar, omdat het een managed package is. Dan zou je zien dat hier deze action sets ook helemaal grayed out zijn. Ik kan hier dus nu niet iets op aanpassen. Ik kan gewoon een extra set toevoegen om resultaten te krijgen. Dit is dus het deel wat jullie ook in je eigen omgeving AnyLink Managed Services kunnen aanbieden aan jullie klanten. Een managed package waar alle settings in zitten. En dat de klant zelf kan zeggen, nou prima, wij maken hier nog een stukje maatwerk omheen om iets te gaan creëren. Wat heeft Liquid dan gemaakt? Die heeft een taak gemaakt, we downloaden een map, hè, dus die gaan we op device neerzetten. Dan doen wij in de variabele package stemdeer, dat is een Liquid variabele die je kan definiëren. We hebben een taak. We gaan meteen de custom files downloaden, want dat is namelijk een losse taak die we hebben gecreëerd. We gaan de MSI installeren, dus de daadwerkelijke installatietaak. En dan roepen we de package stem weer aan. En de MSI die we hebben losgelaten, er zit een automatisch unzip ding op. De unattended arguments, en we creëren standaard een logfile voor je. Dan roepen we deze transform file voor je aan. De hele configuratie is gedaan. En als laatste, daar hebben we de temp folder ook weer voor je op. Het is gewoon out of the box, zo standaard voor je gemaakt. Applicaties die je niet inzet in onze setup store. Kan je met de setup commander als losse toegang doen. Dat heeft te maken dat applicaties achter een loginveld zitten, dan zit je met een license agreement, die mogen wij niet zomaar downloaden en transformeren, want die gaan op basis van naam en entitlements. Maar heel vaak hebben we daar wel een template voor beschikbaar. Dus die stop je in een losse tool met originele sources, originele installer, dan krijg je eigenlijk hetzelfde invulveld als dit te zien. Dan kan je die applicaties nog aanbieden. AutoCAD bijvoorbeeld, wij zijn van een Liquid AutoCAD partner, die kunnen we op die manier ook gewoon compleet getemplate aanbieden. GIS-applicaties, dat soort dingen ook. Ja. Van eindeloze next finish precies. Dan maken we dat soort templates van en die kan je daar gewoon in uploaden. Komt een
schone MSI uit met op basis van je ingevulde template. Die kan je in Liquid injecteren. Set Commander is overigens ook een losse oplossing. Release en patchen heet het nu geloof ik. Kun je ervoor kiezen dat als jij bijvoorbeeld jouw software landschap niet bij Liquid, dus de templates vandaan had, kun je ervoor kiezen om ze bijvoorbeeld aan Liquid beschikbaar te stellen? Als je ze klaar hebt. Ja, ja, kan ook. En je kan de stukcommando ook gebruiken om applicaties te injecteren in System Center, in NDT, in Zenworks, in Vivaldi, in nog meer voor connectoren. Dus die kunnen we ook rechtstreeks in de juiste task sequence voor je injecteren en updaten. Nou, er komen binnenkort nog de hele coole features bij op de roadmap. Maar ja, gezien we heel publiek zijn, gaan we dat maar niet doen. Wat we nog helemaal. Er komen coole ontwikkelingen aan waar we nog veel meer gave dingen kunnen gaan doen. Hoe moet ik dit in een video-omgeving zien? Hoe bedoel je? Wat kan ik ermee in een video-omgeving? Ja, wat niet? Waar ik PVS met PVS images bak. Ja, nou, wat je kan doen, en dat is eigenlijk was het volgende kopje. Wij kunnen implementaties maken, wij noemen het implementaties. Hij staat nu op het Nederlands, Engels en deployment. We kunnen een task sequence maken. En ik kan niet zeggen, ik wil gewoon een task sequence maken. CTX PVS. En omdat je al die taken met al die filters kan maken, het maakt ons niet uit in welke wanneer dit uit gaat rollen. Op het moment dat de Liquid Agent er is, kunnen wij als onderdeel van het creëren van Golden Image de Automation Energy taken overnemen. De System Center taken die je misschien hebt. Je kan zelf zeggen tegen Liquid, nou, maak maar een connectie met VMware, clone die template. Je kan het helemaal automatiseren, je kan alles scripten wat je wil. Je kan gewoon de applicatie toewijzen. Ik kan hier zeggen, toewijzingen, kan hier een apparaat of een collectie aan gaan toevoegen. En een collectie kan op basis van je context ook weer een dynamisch geheel zijn, hè? Dus dat kan ook weer wisselen. En je kan gewoon zeggen, nee, ik wil die pakket 7-zip. Wij noemen dit een pakket, maar wat je in het pakket hebt gebakken, kan een printerconnectie zijn, dat kan alles zijn wat je weer onder het pakket hebt gemaakt. Dus dit noem je maar een runbook dan, zoals je het in REST Automation Manager ziet. En je kan per taak, dus ik ga hier nu 7-zip gaan doen, kan ik wel weer filters gaan maken. Ook in deployments kan ik hier ook weer op filteren. Wanneer gaat dit wel gebeuren, wanneer gaat dit niet gebeuren? Dus ik kan één Golden Image deployment maken, maar als ik detecteer dat ik een VDI-pool heb waar een grafische kaart in zit, dan is een applicatie misschien een andere uitwerking hebben. Wel weer één deployment. Nou, daarnaast kan werkt de Liquid Agent op dat moment ook gewoon als workspace management oplossing. Welke applicaties zie ik wel, welke applicaties zie ik niet? En voor welke user moet nu welke taak afgetrapt worden? Dus daarmee is Liquid zowel een portaaloplossing, als gewoon een fysieke werkplekoplossing, als iets waar je ThinkLive mee klaar kan zetten en ook je VI, SPC, RDS-omgevingen mee kan managen. Dus, als je bijvoorbeeld een VDS bouwt, dan wordt het wel een hoop geklus om de volgorde bijvoorbeeld goed te krijgen. Als je ernaar kijkt, als ik hier één keer investeren, nee. Want ik heb het in Automation Manager gemaakt. Nou, de volgorde, heb ik uiteraard. Dat is dan hetzelfde. Een hoop werk. Kijk, in de volgorde, je zegt de volgorde, Liquid gaat in alle gevallen altijd top-down heen. En ik kan gewoon zeggen, je kan gewoon applicaties van volgorde laten wisselen en slepen, dus gewoon drag and drop. En als het goed is, is een taak van de applicatie, zoals ik het zie, hier bouw je echt de volgorde van de applicatie en de dingen die je wil gaan bereiken binnen die image. Binnen je applicatie heb je de volgorde en de filters al juist staan voor om het resultaat van de applicatie te gaan verkrijgen. Dus dit is alleen maar een kwestie van wat wil ik in het image deployen voor die gebruikers en eventueel een specifieke filter op loslaten. Het kan ook een tijdfilter zijn, hè, dat ik ga mijn werkplek niet updaten in de OK gedurende een ingelogd gebruik omdat potentieel een arts aan het opereren is. Dat kan ook een filter zijn. Ik wil een bepaalde patch niet uitvoeren, want ik weet dat Chipsoft daar niet meer over weg kan. Daar kan je ook een filter op loslaten, terwijl je toch een generiek deployment mechanisme houdt. Dus wij kunnen hier gewoon, ja, je kunt hier alle pakketten aan toevoegen en wat je binnen een pakket hebt gecreëerd, ja, dat is helemaal aan jezelf. Hoe doet Liquid dat dan? Want hoe wacht je reboots en bijvoorbeeld NDT heeft na eigenschap, op het moment dat Liquid Agent gedeployed is, hè, dat kan je met NDT doen of met WDS, dan ziet hij dat als afgehandelde taak. Liquid, kan je de agent die deployment mode zetten, dan blijft de agent eigenlijk in een soort niet afgemelde staat staan aan NDT of je deployment mechanisme. Zodat hij eerst afwacht tot alles succesvol gedeployed is, dan zetten we in onze XML file waar je Liquid Agent mee configureert, zetten we om eigenlijk nu weer naar de generieke modus. Dan meldt hij zich netjes af bij wat je aan de deployment methodiek ervoor hebt verzonnen. Dan is het proces helemaal completed.
Tja, je kan hier ook heel makkelijk alles in bouwen. Datzelfde geldt dus, ja, ook een deployment kan je weer met een connector kopiëren. De webinterface die de gebruiker kan zien, ja, die hoeft hij niet te zien. Dus. Hoeft hij niet te zien, kan ook allemaal starten nu. Ja. En sterker nog, dan ga ik door, we hebben nog heel wat dingetjes hoor, maar hoe heel veel klanten bijvoorbeeld gebruiken. Dit is Embrace, dit is een extern product. Kan je vinden wat je van vindt van look and feel. Social internet, collaboration. Je ziet twee stromen in de IT. HR zegt de directie, we moeten meer samenwerken, meer bestanden uitwisselen, meer communiceren. Mooi Microsoft Teams. We hebben Microsoft Teams app van Liquid. Dus je kunt Liquid ook als onderdeel van Microsoft Teams laten werken. Dat is vorige week gereleased, dus kan ik heel trots zeggen. Kijk, Peter aan, hè. Dit is, dat is de dynamiek. Kijk, de look and feel die je applicatie en je eindgebruikers zal gaan aanbieden is naar smaak van de klant. Binnen de zorg zien we bijvoorbeeld heel veel dit Embrace portaal. Dit is onze eigen demo omgeving, waar je communiceren. Dit is onze Embrace. En vanuit Liquid heb je de applicatie icoon in staan. Daar zit nog geen fix erin, moet ik nog even bellen. Er zit nog een API dingetje in, maar hier moet je eigenlijk alle intelligentie van Liquid aan. Op het moment dat de gebruiker binnen Embrace aanmeldt, is het voor Liquid ook een logon actie. Gaat een API call, wordt de deployment eventueel gestart, wordt een setup dingetje gestart die geconfigureerd hebt. Alles wat jij in Liquid geconfigureerd hebt, wordt getriggerd. En de gebruiker kan hier dus vanuit één portaal, die hoeft hij alleen maar te onthouden wat zijn portaal is, al zijn werk gaan doen. Dus je kan hier ook zelf service aan toevoegen. Ik wil nou mijn device gaan resetten, met autopilot of weet ik wat dingen je gaat configureren. Dan krijg je echt een one-stop shop voor je totale IT-oplossingen. We zien steeds meer bedrijven met Microsoft 365 en op het 365 naar dit soort oplossingen gaan bewegen. Andere look and feel, kan je ook weer vinden wat je vindt, is meer zinnig op puls. Ook dit is gewoon een waver van applicaties. Ja, dan kan je vervinden wat je vindt. Hier laat in principe nu demo.liquid.com, hè. Dan kan je deactiveren. Maar hieronder zitten gewoon al je applicaties en hetzelfde geldt. Er is gewoon een API-call die plaatsvindt. Logon is een API-call, logonactie. En de rest is allemaal een applicatie-integratie. SharePoint kan ook, Teams kan ook. Ik heb nog geen groep van applicaties gezien. Neem aan dat het kan. Sorry, een groep of een folder met applicaties. Dat kan ook. Dat verschilt per integratie. Hè. Je zult ook aanmelden. Ja, kijk, voor ons is een groep van applicaties. Hè. Onze API is ervoor geschikt. Ik kan nog een tag maken. Hier staan tags bijvoorbeeld. Tag Office 365. Daar heb ik twee applicaties in zitten. Dat is gewoon een simpele API-call. Die kan je dus ook aanmaken binnen je portaal wat je wil gaan maken. Ik zeg bewust portaal, want ja, weet je, op het moment dat er ergens iets van een widget of een iframe of iets dergelijks geladen kan worden, kunnen we dit allemaal aanbieden. Dus daarmee zijn we iets wat kan deployen, wat kan managen. Iets wat een werkplek, VDI, een traditionele manier kan beheren, kan managen, kan deployen. Maar ook de hele Microsoft Modern Workplace filosofie op een hele leuke, intelligente, intuïtieve manier ontsluiten. Met ontzettend patchmechanismen. Dat is eigenlijk wat Liquid doet. Vrijheid van locatie waar we gegevens staan, vrijheid van configuratie, vrijheid in het kiezen van je authenticatieprotocol, van je backend mechanisme waar je tegenaan wil praten. Wij zijn gewoon eigenlijk het Zwitserse zakmes of we zijn het spinnende web waar de motor alles omheen gaat draaien. En zijn jullie de enige, zeg maar? Want ik ken natuurlijk al die andere producten hier, kennen jullie beter. Waar zijn jullie dan uniek in? Is dat tot niemand dit heeft zo? Dat Zwitserse zakmes, zo'n compleet? Ja, ik denk, als je echt 100% feature vergelijk gaat doen, VMware Workspace ONE, kan er heel veel. Kan je ook bijna alles in kwijt, denk ik. Alleen, het is zo intuïtief, is dat één licentie is één management platform, dat dan weer niet. Ga maar kijken naar licentieprijs overigens. Aan de andere kant, die web met legacy applicaties deployen op fat clients, wij noemen het maar legacy, maar ik zie het als standaard business applicatie, en ook een device deployen wat zo makkelijk te maken, dat is gewoon wat lastig uit zo'n oplossing. De rest daarentegen, om een mooi voorbeeld aan te houden, kan met de IT orchestrator, met service store, heet het ding tegenwoordig. En ook de management en workspace management kan het ook. En je hebt ook dingen die zij wel kunnen, die wij niet kunnen. Wij kunnen geen profielmanagement doen. Maar ja, FS Logics krijg ik tegenwoordig overal gratis bij. Waar we wel niet aan kunnen praten bijvoorbeeld. Dus ja, we kunnen heel veel. Zijn we 100% uniek? In zekere zin wel, want het is één portaal, één ding. Ja, je kan
verschillende software. Ik heb laatst een discussie met de Microsoft. Dat doe ik allemaal. Ja, als je alle licenties aanvoert, kan je alles. Dan moet je het allemaal aan elkaar gaan hobbyen en sleutelen. En met Intune kan je in principe ook alle MSI's deployen die je wil. Maar je moet wel single instant MSI's gaan maken. Op dit moment nog. Gaat misschien wel veranderen. Maar het werkt niet zo eenvoudig. En Liquid, het is één licentie. Dit is het. Ik zie er één licentie. Een verschillende prijzen. Ja, de lease and bachelor is een add-on. Dat is zeg maar dat Robapu gedeelte. Okay. Dat kun je los aanzetten. In jullie kwartaal staat het geactiveerd. Okay. En heel, als je de workspace band hebt, bijvoorbeeld als jij een applicatie hebt, dus je een product, en je hebt een database nodig in je omgeving, en je een CurveVPN opbouwen, dan moet je veilig niet ontsluiten. Maar hier zit geen MDM stukje bij. Dus dan weet je dat niet kan. Nou, het kan wel, want ik kan er op een hele andere manier mee omgaan. Kijk, de verbeelding is, op het moment dat ik een externe gebruiker ben, dus ik creëer een context, ik heb hier bijvoorbeeld internal external gedefinieerd, en die context zegt, heb ik een aantal filters op loslaten, en op basis van subnet, of op basis van wat parameters die uit de AD vandaan kunnen komen, of een platform, het maakt niet zoveel uit. Ik ben in ieder geval, ik heb de definitie extern, dan kan ik automatisch een package laten triggeren. En in dat package kan zitten, deploy VPN client, doe check of die bestaat, deploy certificaat. Doe single sign-on user account die op dat moment binnen Liquid ingelogd is, en zet een VPN client op. Je kan ook nog daar maken, check of die connectie daadwerkelijk gelukt is, en doe anders een retry. Daarmee heb je de vrijheid om een protocol te kiezen. Het kan ook zijn, als je dat niet wil, je gaat niet meer per se vet werken, biedt een Citrix sessie aan voor die ene applicatie, en de rest is SaaS. Je kan daar op een hele andere manier naar kijken. En daarmee kan je dus ook, we zien niet vast één protocol of één proces, je wordt niet altijd door dat VM-bedingetje heen geleid. Het kan zomaar zijn dat jij verschillende security mechanismes hebt geactiveerd die je op verschillende manieren kan configureren. Jullie verbeelding zegt, wij kunnen het automatiseren, dan kan Liquid dat voor je pushen en controleren. Faciliteren. En hoe is de connector naar de LDAP source? Is het een one-way connectie? Two-way connectie? Ja. Dus stel dat je meerdere AD's zou willen verbinden naar het programma, wat moet je dan voor infrastructuur voor rekenen? Ik neem maar dat AD beheerders niet zorgen worden van het ontsluiten van zeker als two-way connectie. Ja, de keuze is, kijk, wij kunnen hier nu gewoon een los Active Directory source aan toevoegen. En two-way gebruik je natuurlijk ook, niet alleen lezen, maar je wil kunnen schrijven voor wachtwoordchanges en dat soort dingen. Dan kan je gewoon pushen, zo'n security ding die je in kan stellen, dus dat moet je toestaan. Voor LDAP geldt eigenlijk hetzelfde. Een losse source, dus op het moment dat jij iets aanpast, gaat hij tegen jouw authenticatie source waar je op dat moment mee ingelogd bent. Dus actuele context, daar gaat hij tegenaan praten. We kunnen dus bijvoorbeeld hier nu nog een Active Directory gekoppelen. Onze credential store, we kunnen hier een template credential aanvragen, dat als ik vanuit, en dit is nu voor deze, als ik vanuit een bepaalde identity source kom, identity user, die kan ik dus ook een andere template gaan aanroepen. Dus ik ben user A van domein A, en ik moet nu een applicatie starten waarbij ik met user A en domein B moet kunnen loggen, kan ik een andere credential vault gaan aanroepen die over die applicatie heen gaat leggen, als OAuth SAML authenticatieproces. Kunnen users zichzelf registreren voortaan? Nee, nog niet. Nee. Maar dat echt specifieke wensjes kan het, maar dat is nu niet een feature voor enterprise die wij als heel goed wilt zien. Wat we wel kunnen, en dat is wel wat er ook gebeurt, wij kunnen, wat je wel ziet, zijn organisaties, banken, scholen. Scholen doen bijvoorbeeld einde van het jaar, gooien ze alle gebruikers weg. Ja. Aan het nieuwe jaar worden al diezelfde gebruikers eraan gemaakt, dus we kunnen ook op SEM accountname authenticeren. Niet alleen op je QUIT. QUIT is altijd uniek, SEM accounting blijft bestaan. Zou ik bij wel situaties als een bank die commission en die provision aan het einde van de dag kunnen daar wel op een intelligente manier mee omgaan. Want aan het einde van de dag alle accounts zijn deprovisioned. Dus dan kun je wel weer op een makkelijke manier inloggen. Ja, we kunnen dus ook volledig de SAML authenticatie of we zijn identity provider, dus we kunnen daar gewoon alles naartoe authenticeren. Eens even kijken. Ben ik nog iets heel belangrijks vergeten? Ik zit even te kijken. Met device collections. We maken op basis van device collections. Ja? Die integraties die je hebt laten zien zitten ook op 365 integraties bij? Of is dat deze?
Deze, we hebben alle twee op de achtergrond Max gebruikt van Office 365. En het is look and feel, dus we hebben overigens meerdere portalen, maar deze twee hebben wij toevallig een demo opgegeven van Liquid zelf. Er zijn meerdere portalen, Wisdom, hè, uit Denemarken, Power 365, dus er zijn er verschillende leveranciers. En op het moment dat je tegen een bedrijf al wat al een intranet heeft en zegt van nou, daar moet een oplossing voor bouwen, dat willen we graag opnemen. Wij zeggen, wij beloven dat we kunnen integreren. En dat het bedrijf met ons mee wil werken, hè, dus niet de klant, maar de intranetpartner. Gaan we met ons developers, met hun developers praten, gaan we gewoon samen een integratie bouwen. Dat spelen wij ook weer garen bij, als wij weer een nieuwe integratie hebben. Zoals ook die Teams integratie ontstaan, maar als iemand zegt, ja, dat zouden we graag willen, ja, waarom niet? Nou, customers, mocht je nou willen weten wat de referenties zijn van Liquid, die staan gewoon op onze website. Die staan onder de Customer Glow Company zoeken. Gaat echt van groot naar klein, van links naar rechts, van boven tot beneden. En het alleraardigste is dat we heel veel klanten hebben die eigenlijk ook wel heel trots zijn op de oplossing. Dus daar kan je ook gewoon contact mee opnemen. Dus we hebben regelmatig klanten zeggen, ja, kunnen eens kijken bij een school, kunnen eens kijken bij een ziekenhuis. Ja, klanten doen dat graag, want ze vinden het een gave oplossing. Wij zitten ondertussen veel ook in onderwijs. Hogeschool Rotterdam, die krijgt een beetje iedere maand een referentiebezoek van ons. Die zijn helemaal met Microsoft 365, Autopilot, Intune en Liquid over alle docenten en medewerkers en studenten uit gaan rollen. Dit is echt een use case, het is briljant. Ja, dat is een ingang naar die klanten toe. Dus het kan zijn dat een oude workspace management oplossing zoals een Zenworks, dat de klant daar niet meer bij is. We hebben de Efteling, de hele klantengroep, Hoogschool Rotterdam, de samenklanten die van Zenworks overgekomen zijn naar Liquid. Dus daar is een ingang bij klanten en die portalen die we nu laten zien. Vaak hebben ze al zo'n portaal, maar missen ze dan de applicaties. Dus dat is ook, kan ook een ingang zijn naar die klanten toe. Een andere kan zijn managed services. Dus, we hebben partijen zoals True Workspaces, ik weet niet of jullie die kennen. Die hebben Liquid als een managed service aangeboden in combinatie met Cinigo, ook weer dat portaal. Er zijn meerdere manieren waarop aan tafel komen. Sorry? Dat is toch oude Matrix, hoe heet dat? Ja. Dus we komen wel uit de voort, ja. World Horizon is de overkoepelende organisatie. Zijn er nu nog prangende vragen? Want dat is natuurlijk een heel verhaal van mijn kant. Dat is vooral heel veel. Maar ik was al een beetje overtuigd. Ik zit minder dan anderen te kijken. Hier horen we dat voor het eerst. Wat zeg je, Erik? Kritische vragen. Wat zijn de vragen? Nee, valt eigenlijk wel mee. Vind je het een mooi product? Ja. Of gaat het door je ziel even wat toe te geven, of is het gewoon nog twijfelachtig? Ik wil nog. Het lijkt me, maar ik moet nog even laten vallen waar dat. Hoe je dat in kan zetten. Of? Ja, wat je. Wat je hiermee kan, wat ik met een bestaand product bij een bestaande klant, weet je wel, als een klant nou helemaal iets heeft, hoe ga je ze dan verkopen dat ze dit moeten hebben? Je koopt iets extra's wat je al hebt, je koopt iets extra's bij. Nou, dat geeft je meer flexibiliteit. Ja, maar ik ben erg tegen om tools te stekken. Maar dat krijg je toch. De Workspace Bar, omdat er ook een collega van BNR. Precies helder. Ja. Het is allemaal gebouwd op van hoe ga je het aanbieden naar je klant op een flexibele manier. Maar het is allemaal bestaande spul die je al hebt. Het vervangt niks. Het is allemaal weer extra erbij. Dat geldt voor al die soorten. Dat zou je blijven houden. Kijk, wanneer zou dit nou interessant zijn? Ga je dit nu bij een reeds bestaande klant voor alles als een zonnetje draait aanbieden? Nou, persoonlijk zou ik dat zelf doen. Ja, als ik een liquid stoel zou zitten, ja, dan moet je natuurlijk doen. Maar zo werkt dat niet. Maar als een zonnetje draait, is het ook geen use case. Maar gaat de klant overwegen wat gaan we onze werkplek doen? Hè, we zitten nu bij heel onderweg Ivanti en we weten dat de Address Workspace Manager gaat gebeuren. En we moeten toch weer iets gaan renewen. En dan krijg je een enorme factuur waarschijnlijk om je oren. Maar ook de vraag van ja, wat is de toekomst van zo'n oplossing? Of we zitten nu allemaal op Citrix. Maar ja, hè, wat doet Windows Virtual Desktop? Gaan we daar naartoe bewegen?
Dat zijn allemaal momenten dat je kan zeggen, we kunnen de hele propositie eens een keer gaan overwegen en we kunnen gewoon met Liquid bijvoorbeeld klein gaan beginnen. Want het is geen upfront investering. Het is in principe een groeimodel. Het is gewoon je kan het uiteraard ook een jaarcontract, maar het kan ook per maand afgenomen worden. Je kan klein beginnen, je kan eerst eenvoudig integreren, gewoon gaan testen en gaan bouwen. En je krijgt niet in één keer een licentiefee van 2 of 3 ton. Hebben we wel graag, maar je krijgt niet in één keer om je kiezen. En maar bijvoorbeeld heb je bestaande tool en je wilt toch hierheen, omdat het meer kan dan alleen dit aanbieden. Net als het automation manager kan die building blocks gaan importeren ofzo. Of moet ik alles opnieuw gaan maken? Ja, dat is een leuke vraag. Nee, het officiële antwoord is nee, dat kunnen we niet. Oké. Okay. Ja, we zijn uiteraard zijn de connectoren. Kunnen we niet. Want idealiter wil je natuurlijk een duur product uit doen. En niet twee van draaien, zeg maar. Het antwoord was: kunnen we niet. Ja, nee, kijk ook. Dat was het antwoord. Oké. Okay. Allemaal niet, maar. Nee, geeft niet. Nee, dat is. De migratiescenario's kunnen we wel een keer over na gaan zitten. Er zijn natuurlijk mogelijkheden voor om dingen intelligent te doen. Dat zijn gewoon, ik weet niet of je dat zelf moet scripten of jullie dat doen. In principe zijn jullie zelf verantwoordelijk voor jullie klant om daar goede ideeën bij te bouwen. Wij zijn een softwareleverancier proberen jullie zo goed mogelijk te helpen. En dat is ook de uitdaging. Hoe kunnen we dit bij mijn klant inzetten? Gaat er een zorginstelling? Ik had er vandaag nog eentje in RFP. En die schrijft hem eigenlijk uit dat we iets met VDI gaan doen, maar ja, we willen ook Office 365 makkelijk gaan ontsluiten. Dan denk ik, dan hebben we al wel een case waar we met Liquid kostentechnisch, ook functioneel, iets nieuws kunnen neerzetten. Want die gaan toch alles aan tafel afvegen. En dan kan je dus een keer met een heel nieuw concept gaan komen, waarbij je nu ook iets gaat bouwen, waarbij je ook zegt, in de toekomst heb je een portaal. Je kan er zo een social internet aan koppelen. Je kan zo een andere technologie eraan gaan koppelen. Dan ben je niet beperkt tot wat je nu gaat bouwen. Dus je moet het eigenlijk niet zozeer zien bij bestaande klanten. Als bestaande klant zijn buik ergens vol heeft, dan heb je een praatmoment en dan gaat sales denken van, nou kunnen we wat. Ja. En dan is Liquid, denk ik persoonlijk, met de licentieprijs die we hebben, ook een interessante oplossing. Bedankt voor deze presentatie. Je zet de camera uit.